Sinds 9 december 2019 is Egbert Lichtenberg de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Altena. Maar wie is hij? Waarom wilde hij burgemeester van Altena worden? En hoe ziet deze burgemeester de toekomst van Altena? In een uitgebreid interview maken we kennis met Egbert Lichtenberg. Afgelopen 9 december bent u geïnstalleerd en nu voor het eerst burgemeester. Maar daarnaast ook een gewoon mens. Iemand met talenten, kwaliteiten. En we willen u graag persoonlijk leren kennen. Niet alleen ik, maar ook heel veel inwoners uit Altena die dit terug gaan kijken. Maar ook willen we van u weten hoe u kijkt op samenwerken, wat uw verlangens zijn voor Altena, dat soort dingen. Dus daar hebben we even de tijd voor. Fijn dat u daar tijd voor heeft gemaakt. En ik wil eigenlijk bij het begin beginnen. Ik stel me zo voor dat u samen met uw vrouw aan tafel zat te eten en dat u toen op een moment vertelde tegen haar: ik ga solliciteren als burgemeester van Altena. Ging het ongeveer zo? Nee, zo ging dat niet. Hoe ging het wel? Ik kreeg op een gegeven moment de profielschets onder ogen. En die heb ik gelezen. En die heb ik aan mijn vrouw laten lezen. Ik zei van, joh, kijk hier eens naar. Want ik vind dit een hele mooie profielschets. En ik zou wel hier graag op willen solliciteren. Ja, en u was op zoek naar een andere baan? Of dat helemaal niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik had enorm veel plezier in mijn vorige werk. En in mijn hobby's die ik daarnaast mocht doen. Hè. Ik was raadslid. Ja. En ik was directeur van Mid-Zuid. En ik kon mij landelijk actief maken voor Cedrus, de branchevereniging. Dus ik had enorm veel plezier in wat ik deed. En ik kon me daar prima mijn ei in kwijt. Ja. Dus ik was helemaal niet op zoek naar iets anders, totdat deze langskwam. Ja. En dit was echt voor mij een lot uit een loterij. Iemand heeft u geattendeerd op deze vacature eigenlijk, op deze profielschets? Nou, ik wist natuurlijk dat de gemeente Altena aan het zoeken was naar een nieuwe burgemeester. En dan allerlei nieuwsberichten die komen dan langs en op een gegeven moment krijg je de profielschets te zien. En dan klik je toch eens door. En dan denk je van, nou, even kijken wat de gemeente Altena als profielschets heeft opgesteld. Ja. En wat sprak u daarin aan, in die schets? Nou, een heleboel dingen, maar vooral, kijk, wat de gemeenteraad uit heeft gesproken, ook in samenspraak met de bevolking, is dat ze iemand zochten die zei, dan bedoelt het maar als een mensenmens, iemand die tussen de mensen staat. Die ook probeert de kernen, die allemaal heel veelzijdig en hun eigenheid hebben, ook te verbinden aan de nieuwe gemeente Altena. Het is inhoudelijk nog genoeg te doen, want ja, zo'n fusieproces, dat is ook niet van vandaag of morgen af. Dus dat hele samenspel, dan dacht ik van, nou, dit is nou erg leuk. En het is vooral bijzonder leuk, omdat het Altena is. Ik werkte natuurlijk al een tijdje in West-Brabant. Ik werkte ook voor de gemeente Altena. Ik kende de mensen een beetje. Ik kende de cultuur een beetje. En ik woon nog steeds in de Drechtsteden, in het Hollandse. En naar die cultuur die heb ik ook leren kennen de afgelopen 25 jaar. En feitelijk kwam u elke dag langs het gemeentehuis waar we nu zitten. Elke dag kom ik hier doorheen, door dit gebied heen. En dit gebied dat kenmerkt voor mij echt het beste van wat Holland en Brabant in zich heeft. Dat vind ik in Altena. Ja. En daarom was ook dit voor mij een lot uit de loterij. Ja. Volgens mij verliepen de gesprekken, hè, voor de sollicitatie met de vertrouwenscommissie heel ordelijk en gestructureerd. Op een plek die voor de buitenwereld geheim was, tot vandaag de dag. Heeft u nooit gedacht, wat een heisa, waar begin ik aan? Nee. Toen ik die profielschets had gelezen en met mijn vrouw had overlegd. En mijn vrouw heeft ook de gemeente Altena wat beter leren kennen. Toen hebben we er samen voor besloten. Nou, dit is echt een hele leuke uitdaging. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk het hele proces eigenlijk als heel erg leuk ervaren. Ja. Ja. En toen werd u op 8 oktober 's avonds gebeld door de heer Meiboom, toen de Raad van Altena had ingestemd met de voordracht dat u de burgemeester ging worden. Heeft u stiekem die avond op de livestream meegekeken hoe dat hier in dit huis er aan toe zou gaan? Nee, ik zal je vertellen hoe dat dan gaat. Ik wist dat ik gebeld zou worden. Hoe dan ook? Hoe dan ook. En ik wist dat ik op een voordracht stond. Maar je weet niet als kandidaat burgemeester of je op plek 1 staat of dat je op plek 2 staat. Dus je kunt ook een belletje krijgen dat je tweede bent geworden. Ja. Dus dat weet je niet. Dus je zit maar gewoon thuis te wachten totdat er een telefoontje komt. En dat telefoontje dat komt na een vertrouwelijke raadsvergadering. En die is vertrouwelijk. Je weet dus ook niet wat daar besproken wordt. En dat is dus net iets voordat de openbare raadsvergadering is waar je naam wordt genoemd. Dus ik ben om 8:30 s'avonds gebeld. En ik had net ook de tijd om mijn vrouw te bellen, mijn ouders te bellen.
De burgemeester van Papendrecht te bellen, want die wisten van de procedure af. Mm-hmm. En toen was het al 9:00 en op dat moment, ik moest nog een ander pak aantrekken. Want ik moest naar Alten naartoe, dus ik had niet eens tijd om mee te kijken. Nee. En mijn telefoon ontplofte aan alle kanten. Ja, zo gaat dat. En toen kwam je samen met die vrouw hier aan bij het gemeentehuis. En toen begon volgens mij, ik heb dat ook wel een beetje gezien op je gezicht. Ik was erbij, en toch wel een achtbaan van emoties. Hè? Er komen een hoop indrukken op je af. Ja. Hoe beleefde u die 8 oktober, die avond? Ja, nou, het is heel erg mooi als je in zo'n procedure zit en iets wat je graag zou willen en dat wordt bewaarheid. Dus die emotie, die voel je echt. Ook met je vrouw dat je dat mag delen. Mm. Wat ik minder leuk vond, maar daar kan natuurlijk niemand wat aan doen. Mijn kinderen wisten van niks. Dus tussen 9:00 en 9:45 was ik ongeveer hier. Heb ik ook nog samen met mijn vrouw mijn kinderen moeten informeren dat ik een nieuw ambt ging bekleden, maar dat het ook wel ging betekenen dat we gingen verhuizen. Ja. Dus die emotie draag je ook een beetje mee. En je wordt hier als in een warm bad onthaald. En nou, dat voelde heel erg goed. Dus een hele mooie avond uiteindelijk. Ja. En nu in december bent u uiteindelijk daadwerkelijk ook echt geïnstalleerd als burgemeester. Zit uw eerste werkdagen erop? Ja. Zo gaat het. Eerste week. Eerste week. U bent nu 52 jaar en inmiddels heeft u de nodige functies bekleed. U vertelde daar net zelf ook al wat over. Volgens mij bent u een ondernemend persoon. Is dat iets, dat ondernemerschap, wat van huis uit dan met de paplepel werd ingegoten? Ik zoek graag naar nieuwe dingen om nieuwe dingen te doen, maar ook mensen met nieuwe dingen te verrassen en te verblijden en ook organisaties met nieuwe dingen mee te nemen. Dus dat klopt wel wat je daarin hebt gezien. En ik weet niet of ik dat, nou, misschien is dat wel vanuit de familie meegekomen. Hè? Dus mijn grootouders waren allemaal ondernemers in een agrarische sector en in een klompenmakerij. Het waren mensen die toch zelfstandig dingen deden. En mijn ouders zijn werkzaam geweest in de publieke sector. Dus naar beide kanten neem ik misschien wel een beetje mee in wie ik ben. Ja. Als u dat wilt, vertel eens over uw gezinssamenstelling. Heeft u broers of zussen? Uit wat voor nest komt u? Nou, ik kom uit een heel warm gezin. Mijn ouders leven allebei nog, zijn ook nog relatief jong, in de 70. Ik heb 2 zussen. Ik ben de oudste van 3. Dus, en ik ben opgegroeid in de buurt van Nijmegen, waarbij ik de scholen heb doorlopen, waarbij ik veel aan sport heb mogen doen. Ik heb vroeger veel gevoetbald, maar ik heb ook nog wel getennist, ik heb wel gezwommen. En ik ben uiteindelijk ben ik op mijn 18e ben ik gaan studeren, toen ben ik uit huis gegaan, toen ben ik naar Enschede gegaan. Daar heb ik mijn studententijd doorgebracht. Mijn ouders en mijn zussen die wonen in de Limos, in de buurt van Duiven, in die gemeente. En wij wonen in Papendrecht, dus we wonen wat uit elkaar. Maar goed, de warme band is er nog steeds. Dus, ja. En ze leven ook met u mee in deze zeker, periode. Zeker, ja. Ze waren er ook bij de installatie, dus dat vond ik heel erg fijn. Nou, dat is mooi, zeker. Ja. Altena is een gebied waar ook het geloof een grote rol speelt. Deels katholiek, deels christelijk. Wat voor rol speelt geloof voor u? En wat heeft dat voor plek in uw leven? Ik ben Rooms-Katholiek opgevoed. En in mijn leven heeft geloof altijd wel een rol gespeeld. Soms wat meer en soms wat minder. Zoals dat bij veel mensen gaat. En naarmate mijn leven vordert en ik wat ouder word, laat ik mij wel steeds meer persoonlijk inspireren door wat het geloof kan betekenen. Maar bent u aangesloten nu nog bij een kerk of een gemeenschap? Ik ben aangesloten bij de Rooms-Katholieke Kerk in Papendrecht. En ik zal me hier ook aansluiten bij de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ik voel me ook verbonden met het hele christelijke geloof. En zelfs ook met mensen die op een andere manier inspiratie zoeken in hun geloof. Dus, Sinds 2010 bent u voor het CDA-raadslid geweest in Papendrecht. Dus een hele periode. Ja. Wat gaat u missen aan Papendrecht? Misschien nu al wel? Nou, ik ben in 1993 in Papendrecht gaan werken. En later ook bij de gemeente en later politiek actief geworden. Dat betekent dat Papendrecht 25 jaar een onderdeel van mijn leven is geweest. En dat koester ik. En dus in die zin ga ik dat voor een deel natuurlijk missen. En voor een deel, ook Papendrecht is maar 20 minuten rijden van Altena vandaan.
Dus ik zal er best nog wel eens een keer komen. En vrienden van mij wonen daar nog. Dus, en die verlies je ook niet op het moment dat je dit ambt gaat bekleden. Dus in die zin ga ik Papendrecht niet echt missen. Ik blijf er nog steeds wel dichtbij. Ik hoop vooral hier nieuwe dingen te ontdekken. Ja, ja. En nieuwe mensen te leren kennen. En nieuwe mensen te leren kennen, ja. Theo Meiboom haalde dat van de week bij de installatie ook aan, dat hij in een interview heeft gezegd, het werken voor de publieke zaak en de mensen, dat is waar ik me voor in wil zetten. En bij Mid-Zuid, het sociale werkbedrijf in deze regio, mocht hij dat doen als directeur. Ja. Wat heeft u bij en met Mid-Zuid bereikt voor de publieke zaak en wat voor de mensen? Nou, ik mocht bij Mid-Zuid, wat Wava Go heette in de tijd toen ik begon, was er een behoorlijke crisis, waren er veel financiële zorgen. De organisatie was als organisatie ook niet in control, zoals je dat dan zo mooi noemt. Dus een heleboel systemen waren niet op orde. En daarmee werden ook voor de mensen niet altijd de goede dingen gedaan. En dat doe je nooit alleen, hè. Wat ik met de mensen daar, met een heel goed managementteam, uiteindelijk heb kunnen bereiken, is orde, rust, structuur. In zo'n organisatie, dat mensen weten wat ze doen voor andere mensen. Dat de medewerkers die bij Mid-Zuid werken op een eerlijke manier ook behandeld worden. En dat daar het maximale uit hun mogelijkheden en talenten wordt gehaald. En dat gemeenten waarvoor het werk plaatsvindt ook het gevoel hebben van ja, dit is onze organisatie, ons bedrijf met onze mensen. Ja. En daar worden goede dingen gedaan. Maar u probeert ook echt de verbinding te leggen met iedereen die daar werkzaam was. Ja, zeker. Dat klopt, ja. Ja. Mooi. Heeft u een levensmotto? Ik heb niet een speciaal levensmotto. Behalve dan dat ik misschien zou kunnen zeggen dat die balans die hier achter me staat, ik heb daar ook al wat van gezegd, dat voor mij wel een leidend symbool is, een beetje alles wat ik doe. Ik probeer balans aan te brengen, ook tussen mijn werk en thuissituatie, maar ook in mijn werk tussen mensen ruimte geven en ook aan de andere kant af en toe duidelijk richtingen aan te geven wat je zou willen hebben. Dus dat balans aanbrengen, balans houden, dat is wel een levensmotto wat ik heb. Ja. Oké, mooi om te horen. Heel vaak willen nieuwe burgemeesters uitstel krijgen van de raad om uiteindelijk te gaan wonen in de gemeente waar ze gaan werken. U heeft dat besluit al heel snel genomen en voortvarend een woning gekocht in Sleewijk samen met uw gezin. Mijn vraag is eigenlijk, waarom wilt u zich al zo snel vestigen in Altena? Als je burgemeester wordt van deze gemeente, dan wil je er ook heel veel en heel graag zijn. Ook op andere dagen en tijdstippen dan een normale werkweek behelst. En dat gaat natuurlijk het makkelijkste op het moment dat je ook in de gemeente woont. Dus dat is voor mij persoonlijk wel een drijfveer geweest om zo snel mogelijk dat te doen. Dat geeft mij ook de rust en de ruimte om me te concentreren op het werk hier. Hmm. Maar ook voor mijn gezin is dat dan ook helder. Van oké, we weten dat we in een bepaalde tijd daar gaan wonen. En dan kunnen we ons daar ook op richten. Ja. Dus vandaar dat we dat snel hebben willen doen. En nu gaat u wonen in Sleewijk in een huis, in een mooi hofje. Waarom heeft u gekozen voor Sleewijk? Nou, ik heb gezegd, en dat meen ik echt oprecht, ik zou me in elke kern van de gemeente thuis kunnen voelen. Maar voor de woonsituatie heb ik ook echt gekeken waar mijn vrouw en waar mijn kinderen het meest blij van worden. Nou, mijn vrouw blijft nog werken in de gemeente Papendrecht. Dus die zal nu heen en weer moeten gaan reizen. Dat heb ik de afgelopen ruim 20 jaar gedaan. Dat is nu aan haar. Dus voor haar was Sleewijk de meest logische keuze voor het vervoer. En voor mijn jongste dochter, die zal nog naar de middelbare school gaan, is Sleewijk wat dat betreft ook de meest fijne keuze. Ja, ja, in verband met de aanwezigheid van bijvoorbeeld het Altena College. Precies, ja. Precies. Ja. Maar uw dochters hebben denk ik wel even moeten slikken om min of meer noodgedwongen te gaan verhuizen. Ja, ja. Nou, allebei mijn dochters zijn heel blij voor mij. Dat is wel de belangrijkste emotie die ze hebben. Hmm. Mijn oudste dochter gaat in Breda naar de Avans Hogeschool. Voor haar verandert er in die zin niet veel. Behalve dat zij natuurlijk ook nieuwe vriendinnen zou willen leren kennen in de gemeente. Ja. Voor mijn jongste dochter is dat wel iets meer. Hè, zo. Die zal naar een andere school toe gaan. Wellicht ook naar een andere sportvereniging. Mm-hmm. Zij volleybalt heel graag. Daar is ze ook goed in, is ze talent voor. Dus dat is voor haar wel een moeilijke overgang. Ja. Ja. Dat probeer ik er zo goed mogelijk in te begeleiden. Ja. En dat kost even tijd, maar ik kan uit eigen ervaring zeggen, Sleewijk is een mooi dorp. Dus, dankjewel. U wordt welkom geheten, dat weet ik zeker. Ik ben benieuwd, wat is uw dierbaarste bezit? Uw dierbaarste bezit? Nou ja, bezit heb je niet zo heel veel, hè. Dat is alleen maar materieel. Maar het dierbaarste wat ik heb is mijn gezin en mijn familie.
En daarna komen de mensen waarmee je mag werken. Dat vind ik wel het dierbaarste. Bezit is allemaal vergankelijk. Ja. Mooi om te horen dat u ook in die zin een familieman bent dan. Ja. Ja. Ik kan uit eigen ervaring zeggen, ik heb nu zelf een half jaar een nieuwe baan. Een nieuwe baan kost altijd veel energie en vraagt veel van jezelf. Op uw functie ligt ook nog een vergrootglas. Ik ben benieuwd, hoe ontspant u? Nee, ik volleybal graag. Ik heb ook gezegd, daar heb ik ook mijn vrienden bij. En daar kan ik me dan nog heerlijk bij ontspannen. Mm-hmm. Af en toe dan ga ik naar het theater met mijn vrouw. Dat zijn ook echt momenten waarbij ik kan ontspannen. Af en toe bezoek ik nog eens een concert. Dus, er zijn wel wat momenten dat ik me kan ontspannen. En ook in het weekend, er is natuurlijk echt wel wat ruimte om wat te lezen. En eventjes sport te kijken op tv, dat vind ik ook nog wel leuk. Dus, er zijn genoeg momenten. Ik heb een paar keuzevragen voor u en ik ben benieuwd. Bent u iemand die vroeg opgaat of juist laat naar bed? Ik ben meer een avond dan een ochtendmens. Een avondmens. Wandelen of fietsen? Persoonlijk liever fietsen, want dan wisselt het landschap wat meer. Ja. Nou, de Beach Boss, een schitterende gelegenheid hier om te ontdekken. Koffie of thee? Koffie. Koffie. Zon of sneeuw? Zon. Zee of zwembad? Zwembad. Chips of nootjes? Nootjes. Kookt u zelf of gaat u liever uit eten? Ik kook liever zelf. Geschiedenis of aardrijkskunde? Vroeger aardrijkskunde, tegenwoordig vind ik geschiedenis interessanter. Ja. Ik ben daar niet zo. Ik ben niet zo'n geschiedkundig onderlegd, maar ik ga dat steeds meer waarderen. En dan de vaderlandse geschiedenis? Ja, maar ook als wij op vakantie gaan, vind ik het altijd heel interessant om te leren hoe zo'n land of een plek zich ontwikkeld heeft. Ja. Dus het geldt wereldwijd, ja. Als u op vakantie gaat, naar Nederland of liever naar het buitenland? Liever naar het buitenland. En in de winter snowboarden of skiën? Snowboarden kan ik niet, skiën een klein beetje. Een klein beetje. De laatste jaren is dat er niet meer van gekomen, helaas, maar vast nog wel weer. Ja, ja. Precies. De installatie. Op 9 december kwam u aan met de pont op de kop van het land, waar de gemeenteraad, enkele medewerkers van de gemeente u welkom heten. En later in de middag een kleurrijk programma in het Brabantse land met en door de inwoners van Altena. Wat bleef u bij van deze middag, die 9 december? Oh, alles eigenlijk. Ja? Ja. Nee, ik vond het een fantastisch welkom, hè. Het symbolisch om de oversteek te maken vanuit Holland naar Brabant. Hartelijke ontvangst, het was weliswaar een beetje regenachtig, maar dat maakte het niet minder warm daar in de kop van het land. Mm. En die middag in het Brabantse land, dat was voor mijn gezin en voor mij echt één groot feest. Zo leuk en lief en aardig dat mensen uit die kern ieder op zijn eigen bijzondere manier die kern wilde promoten en presenteren aan ons. Dus, dat is hartverwarmend. En eigenlijk, nog steeds komen er weer stukjes van die film komen in mijn hoofd langs iedere keer als ik daaraan terugdenk. Dus. Ieder dorp presenteerde zich op een eigen unieke manier. Ja. En dat helpt ook in de beeldvorming om een beeld te krijgen van Altena, specifiek van die dorpen. Ja. Nou, wat ik zelf heel erg mooi en hartverwarmend vond eigenlijk, is dat de mensen niet alleen met trots praten over hun eigen kern en die ook aan het promoten waren, maar zich tegelijkertijd ook onderdeel betoonde en voelde van de gemeente Altena. Dus dat vond ik heel erg mooi om te zien. Ja. Ja. En 's avonds werd u toen beëdigd in de raadzaal. Ik heb veel mooie woorden gehoord. Hoge verwachtingen zijn uitgesproken. En nu, na de eerste week Altena, bent u een beetje geland? Nee. Nee? Nee. Dit is wel een hele bijzondere week, hè, na de installatie van afgelopen maandag. We zitten hier nu vrijdagochtend bij elkaar. Dat gaat in één roes gaat dat door. En mijn agenda is ook vanaf het begin af aan al helemaal gevuld. Gisteravond mocht ik het concert van Peul Josephson bijwonen in de kerk in Werkendam. Maar ik begon op dinsdagochtend om 9:00 met een collegevergadering. Ik had s'avonds een vergadering van het presidium en de alternatafels. Ja, en elk moment daar geniet ik van. Ja. Ja, maar het is ook intensief, denk ik. Ja, maar dat, je krijgt er ook energie van. Ja. Ja. Het voelt nog niet als een verkeerde keuze die u helemaal heeft gemaakt. Niet. Nee. Zeker niet. Nee. Gelukkig. Die nieuwe fase in uw leven is dus echt begonnen. Ja.
uw ambities voor Altena, of de ambities die u heeft om met Altena te bereiken? Kunt u daar wat meer over vertellen? Nou, ik heb tijdens de installatiespeech daar een paar dingen van gezegd. Een van de dingen die ik persoonlijk heel belangrijk vind, maar volgens mij ook meerdere mensen in deze gemeente, is dat het waard is om die 21 kernen en die gemeenschappen ook te blijven koesteren. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook te zorgen dat er één gemeente Altena is en dat mensen ook daar zich verbonden aan voelen. En dat vergt ook in het kader van het besturen van een gemeente, vergt dat nieuwe vormen. Hè, waarbij je als bestuur probeert dicht bij de inwoners en de gemeenschappen te blijven en ook ruimte te bieden voor burgerparticipatie en initiatieven die vanuit die gemeenschappen komen. Nou, dan heeft het ook weer met balans te maken. Daar zullen we de komende jaren een goede balans in moeten blijven vinden met elkaar om dat te doen. Dus dat is een van de onderwerpen. En dat is natuurlijk ook al ingezet. Dus u gaat daar veel meer de lijn ook in volgen zoals die al in gang is gezet. Dat klopt. En tegelijkertijd zijn er ook weer nieuwe initiatieven die vanuit de gemeente genomen worden, zullen worden om toch weer dichter bij de gemeenschappen te komen. En er zijn er ook weer heel veel initiatieven, hopelijk komen ook vanuit de samenleving en vanuit de kernen, om hun eigen dingen te kunnen doen. Ja. En nu is het dan Altena waar u burgemeester bent. Is het uw droom om ooit burgemeester van, noem maar wat, Rotterdam te worden? Nee. Nee, dingen worden je voor een deel gegeven in het leven en aangereikt. Daar geloof ik ook echt in. Mm-hmm. Je stelde daar straks de vraag, was je op zoek naar iets? Ik was niet op zoek naar iets. En dan komt zoiets prachtigs komt dan langs. En ik ga hier, dat is mijn voornemen, de volle 6 jaar ga ik hier van harte aan de slag. En na die 6 jaar, dan komt er wellicht een nieuw moment voor een nieuwe afweging. Maar ben ik absoluut nu niet meer bezig. Nee, dat snap ik ook hoor. Maar ik denk, misschien is er een droom ergens ver weg. En ziet u Altena als een mooie opstap in eerste instantie. Ik ben nu de droom aan het leven die ik wilde leven. De droom van Altena. De droom van Altena. Uw voorganger, burgemeester Frenzel, die gaf aan dat hij vooral in het gemeentehuis, hè, met de ambtenaren, met de raad, de start heeft gemaakt, de zaak op een rij heeft gezet. Heeft hij ook heel goed gedaan. Ja. Ja. Hij gaf aan dat hij zelf bewust wel heeft gekozen om nog niet zo heel zichtbaar te zijn in de samenleving. Ik denk dat het aan u is om die rol wel wat meer in te gaan vullen. En u heeft ook beloofd daarmee aan de slag te gaan. Ja. De inwoners zijn zo benieuwd hoe ze dat gaan merken en waar ze u gaan zien. Nou, een aantal inwoners hebben mij gisteravond kunnen zien. En dat is ook wat ik wil gaan doen. Ik heb gezegd, ik wil graag de kernen beter leren kennen. Dus we gaan ook nadenken dat ik in aansluiting op evenementen die al in die kernen zijn, daar nog meer de gelegenheid voor zal pakken. En tegelijkertijd tussendoor komen ook allerlei dingen langs. En dan zal ik ook daar naartoe kunnen gaan en daar kunnen mensen mij ook treffen. Ja. Dus dat gaat ook op een natuurlijke manier plaatsvinden? Ja, dus ik heb ook gezegd, er komen heel veel uitnodigingen naar het college toe. Die worden binnen het college allemaal netjes gerubriceerd en verdeeld. Dus ze gaan niet allemaal naar de burgemeester, dat is ook niet te doen. Gelukkig hebben we ook hele goede wethouders en die doen dat ook heel graag. En, dus we verdelen ook de aandacht. Maar mensen kunnen dus de gemeente, en dat is soms een wethouder en soms een burgemeester, echt wel zien in de komende jaren in Altena. Ja. Oké, ik weet dat u volleybal speelde, heeft u wat over verteld. Achter u staat ook een bal met gelukswensen van uw teamgenoten, vermoed ik. U gaf aan dat u daarin de rol heeft als spelverdeler. Ja. Hoe gaat u het spel spelen met de gemeenteraad van Altena? Ja, nou, dat is dan niet helemaal een spel, hè. Een gemeenteraad is ook een serieus iets. Alleen wat ik wel probeerde te doen, om te zeggen, is een spelverdeler is iemand die probeert te zorgen dat de mensen allemaal samen spelen. Want alleen door een samenspel en ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, ieder vanuit zijn eigen talenten, dan pas kom je tot prestaties. En dat is wel de manier waarop ik ook het ambt zou willen invullen. Ook met de gemeenteraad. Dat klinkt bijna als een beetje op de achtergrond, toch? Nou, nee, dat klinkt misschien een beetje als op de achtergrond, maar dat moet je vooral zien en duiden als iemand die ervoor probeert te zorgen dat anderen hun verantwoordelijkheid kunnen dragen en nemen voor de gemeente. Dus de gemeenteraad als hoogste orgaan van deze gemeente heeft de verantwoordelijkheid om besluiten te nemen in het algemeen belang. Daar horen goede debatten bij, waarbij langer worden afgewogen, dat mensen ook hun zegje kunnen doen. En tegelijkertijd dat ze ook proberen in het algemeen belang tot goede besluiten te komen. Ja. De raad moet worden voorbereid door het college, daar zit weer een andere rol en verantwoordelijkheid in. En ook de ambtelijke organisatie heeft daar weer verantwoordelijkheid in.
En dan mag mensen van mij verlangen dat ik probeer die verantwoordelijkheden zodanig te richten dat iedereen het beste tot zijn recht kan komen. Dat is een beetje hoe ik mijn rol zie. En concreet, heeft u daar al ideeën over hoe u dat gaat doen? Er zijn een aantal rollen en verantwoordelijkheden die daar standaard bij horen. Daar hoort ook bij dat je eerst de mensen goed moet leren kennen waarmee je dat samen spel gaat doen. En ook daarin heb ik aangegeven dat ik mensen nog beter wil leren kennen, ook de raadsleden. Ja. En dat zal ongetwijfeld de komende periode gaan gebeuren. Ja, een intensieve periode. Ik ben ook benieuwd. U praat nu met de mensen van Altena TV. Hoe kunnen wij u misschien helpen in de toekomst in uw ambt? Hoe kunnen wij gaan samenwerken? Ja, daar vraag je me iets. Nou, door vooral wat jullie graag willen doen om een verslaglegging te doen van al het mooie wat Altena te bieden heeft. Mm-hmm. Dat ten eerste. En als jullie vragen hebben aan de gemeente, nou, kom dan graag langs. Er wordt altijd tijd voor jullie gemaakt om dat ook te doen. En volgens mij is dat ook een mooie vorm van samenspel om mensen te informeren en ook te laten zien wat er allemaal gebeurt. Ja. Ik wil u vragen om een aantal zinnen aan te vullen. In mijn vrije tijd ga ik het liefste... Vrije tijd? In mijn vrije tijd dan ga ik het liefste met mijn gezin iets doen. Ja. Dit is wat ik het meeste ga missen aan mijn periode bij Mid-Zuid. De mensen. Ik kan hard lachen om... Goede cabaretiers. Ja? Ja. Bijvoorbeeld? Ik heb laatst Pieter Derks gezien. Vond ik erg goed. Ik vond de solo-show van Peter Heerschop erg goed. Daar heb ik van genoten. Ja. Leuk. Samen met Altena TV ga ik een tv-programma maken over... Jullie zijn van de tv-programma's, niet ik. Dit ga ik direct veranderen in mijn werkkamer. Niks. Ik heb hem al een klein beetje ingericht. Dus de schilderij... Dat moet nog opgehangen worden, dat klopt. Maar dat hebben jullie kunnen zien. Maar ja. Ik vind mijn werkkamer voor de rest prima. Een fijne plek. Ja. Ik sluit net zo makkelijk drugspanden als mijn voorganger. Ik sluit drugspanden als dat nodig moet, is ja. Ja. Na de feestelijke dag op 9 december voelde ik mij als de koning van Altena. Nee, het woord koning is niet goed. Hoe voelde u zich wel? Als bevoorrecht mens, ja. En de laatste, er komen ook vegetarische hapjes na een raadsvergadering in plaats van alleen maar bitterballen. Er zijn mensen die behoefte hebben aan vegetarische hapjes en volgens mij kan dat prima samen. Ja. Even naar Altena. We gaan hem bijna afronden hoor, maar het helpt zo om u beter te leren kennen. Hoe heeft u zich ingelezen over de gemeente Altena? Gewoon een heleboel stukken die ook mensen allemaal kunnen vinden trouwens op de website van de gemeente Altena. Dat is een prima website. Dus daar kun je heel veel informatie vinden als je dat zou willen. Dus dat wil ik bij deze ook nog maar even zeggen aan de kijker. Voor mij is dan van belang om ook allerlei wat zwaardere vergaderstukken te lezen. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb ook met veel mensen gesproken. Dus dan leer je soms nog wat meer van door alleen maar stukken te lezen. Ja. U gaat straks ook deel uitmaken, of eigenlijk nu al, van de veiligheidsregio. Ja. Van u wordt verwacht dan nauwe contact te onderhouden met hulpdiensten en dat soort zaken. Ja. Ook bent u dag en nacht bereikbaar. Dat is een hele nieuwe tak van sport die erbij hoort als burgemeester. Ja. Maar daar heeft u nog niet eerder mee te maken gehad. Hoe bent u geïnformeerd op dat gebied van wat er daarin van u verwacht gaat worden? Ja, ik heb een aantal gesprekken gehad. Ten eerste ook de burgemeester Frenzel heeft mij een heel erg warme overdracht gegeven, ook op dit soort dossiers. Ik heb al kennis gemaakt met de politiechef en met de politiemensen ga ik ook binnenkort kennis maken. Hetzelfde met de hulpdiensten en de brandweer. Er is een heel goed veiligheidsteam in dit huis die mij op allerlei manieren al heeft geïnformeerd. Ik heb al een training gevolgd van een dagdeel en dat zal in de toekomst nog meer gaan. Dus er wordt volop aandacht aan besteed. Ja, dat is denk ik wel heel belangrijk ook om daar goed in geschoold te worden eigenlijk. Ja. U zei het net al even, Altena, het beste van Holland en Brabant. Ja. Waarin komt dat volgens u tot uiting? Ik heb een beetje gezegd, het ondernemende van Brabant ook het saamhorigheidsgevoel wat mensen hier kenmerkt. Dat ken je in deze gemeente goed. En tegelijkertijd zit er
ook een stukje zakelijkheid en nuchterheid in wat in Holland zo kenmerkt. Dus die vier begrippen, die kom ik in Altena tegen. Ja, ja. Dus Altena is in dat opzicht ook wel echt eigen in de politiek. Ja, dus Altena is ook echt eigen. Ja. Vorige burgemeester die zei dan van er gaat in Brabant niets boven Altena. Ja. Dat is ook waar, ja. U vertegenwoordigt de gemeenschap Altena nu. 21 dorpen, ongeveer 55.000 inwoners. 20 dorpen en een stad, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar. Heel goed. Wat wilt u tegen die 55.000 mensen zeggen? Ze zullen het niet allemaal zien, maar ja, u heeft nu de kans. Nou, u woont echt in een van de mooiste gemeenten van Nederland. In ieder geval de mooiste zoals ik dat nu zie. En ik hoop heel veel van jullie te leren kennen en te ontmoeten bij alle gelegenheden die zich daarvoor zullen voordoen. Ik wil u bedanken voor de tijd. Graag gedaan. Dus je kan maar één keer een eerste indruk maken en dat is dan ook spannend, denk ik. En oprecht, ik wens u veel succes, plezier, maar ook doorzettingsvermogen nodig in deze mooie gemeente Altena. Dank je wel. Ja. Jullie ook veel succes. Dank u wel.